Een hele goede morgen, middag of avond. Wij wonen een aantal maanden in ons nieuw huis. En eigenlijk trokken we net in voordat de corona begon. En we moeten echt veel verbouwen. Of we moeten helemaal niks. We willen heel graag veel verbouwen. Want alles functioneert heel goed in het huis. Alles is ook heel degelijk gebouwd. Maar wel, zoals ze dat altijd zo charmant zeggen, het is allemaal heel gedateerd. Dus we hebben een flink verbouwingsplan. Nou, eigenlijk was er helemaal geen plan. In die zin, we hadden opgeschreven wat er allemaal moest gebeuren. Toen corona kwam, hebben we gezegd, nou, laten we gewoon heel eventjes een aantal dingen parkeren. En pakken we later wel op. En toen kwamen Aaron en ik ook een beetje in een soort van uitstelmodus. Allereerst hebben we gewoon heel veel ook buiten gedaan. Heel veel dingen die eigenlijk helemaal niet zo heel goed zichtbaar zijn, maar wel heel nodig waren. Maar we kwamen een beetje in de uitstelmodus. En dat komt met name omdat je op een gegeven moment het bijna niet meer kunt overzien. En wat doen we dan vaak? Dan komt er weerstand tegen verandering. En een van de onderdelen van weerstand, of een van de vormen waarin weerstand optreedt, is uitstel. En waarom is dat zo? Nou, het is eigenlijk heel simpel. Want als je kijkt wat wij allemaal willen verbouwen. We willen bijvoorbeeld beneden de hele vloer vervangen. Dus een houten vloer of PVC, moeten we even kijken wat. Voordat de nieuwe vloer erin komt, moet er nieuwe vloervorming worden aangelegd. Sowieso moet er iets gedaan worden met zorgen dat het huis gekoeld kan worden en verwarmd kan worden. Op een andere manier dan nu. Alle muren moeten gestukt worden. Er moet een nieuwe keuken komen, er moeten muren uitgebroken worden. Er moet natuurlijk van alles verlegd worden. Nou, je kunt je wel voorstellen, dat is natuurlijk best veel. En dat zijn veel dingen die uiteraard ook allemaal met elkaar te maken hebben. Daarnaast heb ik mijn agenda meestal voor de komende 4 maanden al vol. Maar in elk geval zitten er veel afspraken al in. Dus dat is best veel. En dat is wat we eigenlijk met persoonlijke ontwikkeling of met een verandering doormaken ook vaak doen. Dat je naar die hele grote brei kijkt aan dingen die je dan nog moet doen. Als één grote massa. Net als je mensen die gaan scheiden, dat ze zo echt zo'n hele grote berg zien. Ze zegt toch ook dat je er als een berg tegenop ziet. En dat was eigenlijk wat we ook een beetje in ons hoofd hadden ten aanzien van de verbouwing. En dat was overigens niet het enige. Want we hebben vanwege corona bezoek echt heel veel verspreid. Dus we hebben eigenlijk bijna alle weekenden gewoon heel veel mensen gehad. Dan die, dan die, dan die, dan die, dan die. En dat helpt natuurlijk ook niet als je bezig wil zijn met de verbouwing. Maar doordat je het ziet als één grote berg en allerlei dingen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dat je denkt, hoe ga ik dat allemaal organiseren? Nou, dan kom je inderdaad vaak in de uitstel. Ik zag ook altijd, motivatie heeft altijd 2 bronnen. De eerste is of het urgent of noodzakelijk is. En de tweede is een groot verlangen. Maar als je een beetje tussen die 2 zwabbert, dus tussen urgentie, noodzaak en verlangen. Als je daar tussendoor zwabbert, dan is er vaak geen prikkel om te veranderen. En kan je heel lang uitstellen. Mensen die in een relatie zitten, maar die best wel oké is. Of in een baan die best wel oké is. Want ja, het werk is echt in een ruk mee. Maar de collega's zijn gewoon leuk. En er is vrijheid en het salaris is goed. Maar je voelt al, de urgentie om weg te gaan is er niet. En het verlangen om weg te gaan is ook nog niet zo gevoed. Nou, met de verbouwing hebben we dat eigenlijk als volgt aangepakt. Urgentie, dat is sowieso niet iets wat ik als voorkeur zou hebben om te zeggen, nou ga daar lekker op zitten pushen. Kan wel hoor, het kan wel enorm drijvend zijn, maar het is niet per se urgent, want alles functioneert. Het is meer het uiterlijk dat verandert dan alle functionele dingen. Nou, 1 ding werd wel urgent en dat was dat het in mijn praktijk in de winter gewoon koud is en dat het lastig is om daar te verwarmen. Dus dat was eigenlijk al een prikkel als het gaat om urgentie. Plus wat we hebben gedaan, we zijn ons verlangen gaan voeden. Nou, hoe hebben we dat gedaan? Simpelweg door Pinterest, door bezig te zijn met plaatjes, door een planningslijst op te hangen met allerlei dingen die we wilden gaan doen. Maar ook door alvast te visualiseren hoe dat er dan uit zou kunnen zien en hoe fijn dat dan zou zijn. Nou, en dan kom je al in beweging.
En dan denk je nog steeds van, wow, wat moet er allemaal gebeuren? En dan is het gewoon belangrijk om gewoon alvast de eerste stap te zetten. En dan zul je zien dat de volgende stap zich aandient. En je hoeft ook nog niet alles helemaal te weten. Ik zeg ook altijd, als je in het donker gaat autorijden, dan soms weet je al wel de bestemming, maar je weet nog niet helemaal hoe die weg daarheen loopt. Maar je stapt in de auto omdat je koplampen 30 meter vooruit schijnen. En dat je die 30 meter kunt zien en hoe meer je rijdt, hoe meer je de volgende 30 meter kan zien en de volgende 30 meter en de volgende 30 meter. En dat is eigenlijk met dit soort dingen ook. Kijk wat je al ziet en start met de eerste stap. En na de eerste komt de tweede en dan de derde. Ik zeg altijd first things first. Nou, dat hebben we nu gedaan. We hebben in elk geval weer een afspraak gemaakt bij een keukenwinkel. Om opnieuw de keuken in te laten tekenen, omdat we nu hem op een andere plek willen hebben. Die afspraak hebben we staan. We hebben gisteren een aannemer gehad. En voor ons is gewoon belangrijk om een hele goede aannemer te hebben die ook alles aanstuurt. Dat wij dat allemaal zelf niet hoeven te doen. Dat kan ook helpen, hè? Dat je gewoon iemand vraagt of inhuurt die kan waar jij gewoon minder goed in bent. En ik vind het ook altijd belangrijk om gewoon, natuurlijk moet je het natuurlijk wel kunnen betalen, maar om mensen, experts ook gewoon hun werk te laten doen. En ja, wij hebben er echt de ballen verstand van. En wij zeggen, Aaron kan goed organiseren en plannen, ik niet zo heel erg. En door daarmee in gesprek te gaan, en hij had ook echt heel veel goede ideeën, dan voel je alweer het verlangen heel erg eigenlijk en het vertrouwen. En vervolgens zei hij van, er is één belangrijk punt en daaromheen daar naartoe zullen wij alles gaan plannen. En dat is de keuken. Zeg, laat gewoon weten wanneer wat de levertijd is, wanneer de keuken wordt verwacht. En dat is voor ons het centrale punt eigenlijk. Nou, en dan heb je al veel meer helderheid. En zo zijn we in beweging. Hè. We hebben al die afspraak en we hebben nog een aantal andere dingen afgesproken. En dan ben je eigenlijk al in je proces. En dat geldt ook voor veranderingen die je in je leven wil doorvoeren. Als je het niet kunt overzien, dan kom je vaak in de uitstel. Dus wat je dan kan doen, je kunt kijken, kun je het misschien urgenter maken? Hè, kun je de noodzaak een beetje opzoeken? Dat kun je door jezelf vragen te stellen van, wat zou er gebeuren als ik niets zou doen? Of hoe ziet mijn leven eruit over 3 maanden of 6 maanden als ik niets doe? Of wat zijn de andere nadelen die ik ondervind door dit probleem? Nou, dat kun je doen om die urgentie te vergroten. Wat je ook kan doen is het verlangen voeden. Dat kan ook door jezelf vragen te stellen van, hoe zou mijn leven eruit zien als ik nu actie zou ondernemen? Hoe zou mijn leven eruit zien over 3 maanden of over 6 maanden? Welke andere voordelen zou het hebben als ik dit probleem oplos? Hè, wat zijn de positieve aspecten van als het probleem is opgelost? Nou, dat kun je doen, maar wat ook heel goed werkt voor heel veel mensen is het in beeld brengen. Door, ik zeg altijd, een vision board te maken, door beelden te gaan zoeken bij hetgeen wat je graag zou willen. Om continu je brein te voeden met positieve prikkels ten aanzien van die verandering. En dan tot slot, het is heel cliché, maar het is wel waar. Hak het op in behapbare stukjes. En realiseer je dat je nog niet alles hoeft te weten om de eerste stappen te zetten. En ik kan het illustreren met ons verhaal. Er zit één ding aan de verbouwing die best nog lastig inschatten is. En dat is namelijk, ik heb een praktijk aan huis en wel eigen opgang en dat soort dingen. We kunnen gewoon via een aparte deur erheen. Alleen, als de verbouwing plaatsvindt, dan zal er wat lawaai zijn, stof zijn, whatever. En ik weet dan nog niet precies hoe ik dat moet gaan doen. Ik heb wel ideeën daarover, maar dat laat ik even gewoon staan waar het staat, zullen we maar zeggen. Ik ga er gewoon van uit dat naarmate we wat verder zijn in het proces, dat ik helder heb van wanneer komt het sloopwerk, wanneer wordt de keuken geplaatst. Dus je weet op dat moment welke verbouwingswerkzaamheden gewoon belastend zullen zijn voor mijn coaching. En op dat moment ga ik ervan uit, ik heb zoveel verschillende mogelijkheden om mijn coaching gewoon voor te zetten, dat ik op dat moment gewoon dat ga organiseren. En nogmaals, vroeger zou ik dat van tevoren al helemaal willen weten.
En daar zou ik mezelf ook best wel gek mee kunnen maken, want je kunt het gewoon nog niet weten. En door erop te vertrouwen dat de inzicht en de helderheid gewoon komen naarmate het proces vordert, kun je gewoon in beweging komen en in beweging blijven. En ga er maar vanuit, je kunt ook niet alles al uitdenken, want dat laat ook vaak weinig ruimte over voor andere inzichten. Plus je zult zien, dan maak je heel druk over allerlei zaken en dan loopt het toch weer anders. Plus heel veel dingen lossen zichzelf op. Zeker gaandeweg. Nou, ik hoop dat je hier iets aan had. Ik heb nog wel iets leuks voor je. En dat is een module oplossingsgerichte vragen stellen. En die vragen, ik heb allemaal verschillende rubrieken om het zo te zeggen. Met echt steengoede vragen die je zelf of anderen kunt stellen. Om dat verlangen te voeden, om eventueel ook die urgentie te kweken, maar om tot oplossingen te komen. Dus dat helpt gewoon heel erg als je ergens tegenop ziet. En als je het niet kunt overzien, is het nodig dat je helderheid in je hoofd krijgt. En helderheid in je hoofd krijg je echt grotendeels door het stellen van goede vragen. In plaats van dat je gaat zitten malen en nadenken over oplossingen, dingen en scenario's. En dan kom je in een soort van piekerloopje. En dat kun je eigenlijk alleen maar doorbreken als je goede vragen gaat stellen. Die module kun je gewoon kopen. Je meldt je aan en je maakt zelf een account aan. Je kunt er meteen bij. De module is daarna ook gewoon voor jou. Heb je levenslang toegang toe. En eigenlijk is het stellen van vragen, het stellen van goede vragen, vaak ook het stellen van open vragen, is de basis van coaching. Eigenlijk bijna elke methodiek bestaat uit goede vragen stellen. Goede vragen stellen kan je leven gewoon enorm veranderen, maar dat is wel iets wat je moet trainen, wat je moet leren, omdat het niet iets is wat we van nature doen. Van nature zijn we bezig met wat we willen vermijden, wat we niet meer willen. En dat blijven we herhalen. En we blijven nadenken, vaak in eenzelfde straatje, over verschillende oplossingen. En dat komt ook in een soort van loopje. En hoe langer er geen antwoord komt, hoe meer we in dat loopje gaan zitten. En dat is heel belastend. Dat kost ontiegelijk veel energie. Maar het lost ook niets op. En door ervan uit een ander perspectief naar te kijken, komen er weer andere inzichten en andere oplossingen. Ik werk er heel veel mee voor mezelf, maar zeker ook voor mijn klanten. Ik zet het linkje hieronder neer. Als je deze podcast luistert op een podcastkanaal zoals iTunes, dan laat eens even weten wat je ervan vindt en of je wat hebt aan deze tips. En als je hem luistert op YouTube, dan kijk even of je al geabonneerd bent. En uiteraard, als er mensen zijn in je omgeving waarvan je denkt, die kunnen hier ook wat aan hebben. Nou, zou ik zeggen, deel het. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei doei!